sneller dan dat ik geld uit mijn mouw tover. Ik ben sowieso sneller. Oh, ha. Het is geen echt geld. Het lijkt erop, maar eigenlijk is het een chocoladereep. Om eerlijk te zijn, dat is veel beter. Iets wat ik vroeger en nog steeds altijd wou, was eten in de krokante krab. Octo aan de kassa, SpongeBob in de keuken en natuurlijk meneer Krabs die zijn geld telt. En ik die taco's eet. Jij werkt niet in de krokante krab. En het is me eindelijk gelukt. Dit is een echte krokante krab Happy Meal. Een kindermenu om precies te zijn. Het was mega lastig om deze te krijgen. Ik bedoel, het moet vanuit onder water naar boven water gestuurd worden. Ik moest het droog maken. Met een handdoek. Met een handdoek. Maar het is er. Op de achterkant staat een SpongeBob puzzel. Op de bovenkant een SpongeBob schatkaart. En het belangrijkste, op de zijkant staat wat er in de Happy Meal zit. Oeh, ik heb hier zo lang op gewacht. 3, 2, 1. Het allereerste is het doosje waar de krabburger in zit. Het tweede is een schatkistje waar denk ik het speeltje in zit. En bij een krabburger horen frietjes. Die ruiken naar karton. En als laatste, oh, 100% zat. En dat is het. En op de onderkant van het burgerdoosje staat een platgedrukte plankton. Ik moet zeggen, dit ziet er zo echt uit. En bij patatjes hoort ketchup. Mayo of ketchup? Spam in de comments wat jij neemt. Maar het belangrijkste, wat zit erin? Ik begin met mijn burger. Oh my gosh. Het is niemand minder dan onze geldwolf, meneer Krabs. En het mooiste aan meneer Krabs vind ik altijd het geluid wat hij maakt wanneer hij loopt. Check de details van dit actiefiguur. Het is alsof ik hem regelrecht uit bikinibroek heb gehaald. En natuurlijk een zak met geld. Meneer Krabs is binnen. Nog 3 te gaan. Patatjes of het sapje? Wat zou jij kiezen? De patatjes natuurlijk. Raad in de comments hier beneden. Wie zit hierin? Octo, Patrick of SpongeBob? Ah! Maar natuurlijk, want als er iemand houdt van patatjes, dan is het onze Patrick wel. En trouwens, oh my gosh, je kunt letterlijk alles bewegen. Meneer Krabs kijkt alsof hij al het geld van Patrick heeft gestolen. Maar de grote vraag is, in welk van deze twee zit SpongeBob? Ik denk in de schatkist. Ik ben serieus een beetje zenuwachtig. Yes! Het is de one and only, onze favoriete spons, SpongeBob! En ik blijf het zeggen, de details zijn echt perfect. Ik geloof zelfs dat ze letterlijk evenveel gaten hebben gebruikt als bij de echte SpongeBob. De BFF's zijn herenigd. Alleen als ik dit zo zie, dan ontbreekt er nog iemand. Raad in de comments, wie hebben we nog niet gekregen? Eén manier om daarachter te komen, ja! Het is onze Sagrai. Het is Octo. Wauw, dit is een van de eerste keren dat ik Octo een soort van zie glimlachen. En alsnog ziet hij er zagrijnig uit. Oh ja, bijna vergeten. SpongeBob had nog een spatel en mini krabburger. Het is ons gelukt. We hebben iedereen compleet. Ik besef me trouwens, Patrick is de enige die niet in de krokante krab werkt. Octo doet de kassa, SpongeBob maakt het eten, meneer Krabs telt het geld, Patrick eet het eten. Moet ook gebeuren. Stel voor jij zou een dag in de krokante krab werken. Wiens zijn taak zou jij dan willen overnemen? Ik zou SpongeBob willen zijn. Dan weet ik namelijk het geheime recept van de krabburger. De enige die ik echt mis, dat is plankton. Hoe klein, irritant en duivels die ook is, stiekem was het wel een van mijn favorieten. Ik bedoel, zie het zo. Zonder plankton was er nooit echt een missie of een spannend moment. Maar helaas, geen geheim recept in de doos. Alleen die schatkaart. Moet ik een video maken waarin ik die ga volgen? In bikinibroek is er namelijk een mythe genaamd de vliegende Hollander. Je kent hem wel, die groene. Nou, schijnbaar heeft hij een schat die wij misschien kunnen vinden. Nooit geweten wat er in een krokante krab Happy Meal zat, maar eindelijk weet ik het. En laatst vond ik dit. Dit zijn speciale eieren. Meestal zijn eieren van chocola. En zit er speelgoed in. Dit zijn baby-eieren. Dus wat zit er in? Tacos! Nee, baby's. Het zijn baby-eieren. Oh my gosh. Ik moet zeggen, dit is wel een soort van mega schattig. Is hij nou aan het dansen? Kijk die arm. Bedenk een naam in de comments. Het speelgoed van tegenwoordig wordt steeds gekker. Oh, deze is ook mega schattig. Oh, oké. Okay. Ja, jij bent de schattigste Ik ben nog steeds enthousiast over onze SpongeBob Happy Meal. Stel voor, jij zou iets kunnen bestellen in de krokante krab. Wacht, misschien kan ik een menukaart vinden. Hier staat krabburger. Natuurlijk. De krokante krab pizza. Oh ja. De krokante krab pizza is de pizza voor jou en mij. Mensen die dat kennen zijn echte SpongeBob fans. Maar wat zou jij dan bestellen? Ik zou gaan voor een dubbele krabburger met kaas. Maar ik heb nog iets. Want ik hou niet alleen van SpongeBob, ook van Pokémon. En dit zijn speciale pakjes. We zoeken naar de gouden Mew. Oké, okay, come on. Oh, het is een surfende Pikachu. De gouden Mew is echt iets van 100 euro waard. Het is bizar. We hebben hem niet gekregen. Laatste kans. Of tenminste, hier kan die helaas niet in zitten. Maar met een klein beetje geluk krijgen we alsnog iets leuks. Oeh. Het is eigenlijk gewoon een insect. En om het echt mee af te sluiten, heb ik een vijand gevonden voor Team Bikinibroek. Want plankton is er niet. En dat is dit ding. Het is mega zwaar. Het was lastig om deze te vinden. Wow. Het is letterlijk van metaal. Check dan. Au. Stel voor dit beest zou het opnemen. Oh my gosh, hij is echt mega. Tegen Team Bikinibroek. Wie zou er dan winnen? Spam SpongeBob. Oeps. Of draak in de comments. De draak heeft in ieder geval al geluncht. Kom hier jij. Maar ook jij verdient liefde.
Oh, neem een smintje. Dit was amazing. Het is tijd voor Roblox. En dan natuurlijk in bikinibroek. Wacht eens even. Wat doet Glamrock Freddy in bikinibroek? Ben jij het nieuwe vriendje van Sandy? Sandy, het is een creepypasta. Poppet fidget. Oh, dude, dat is eng. Dit kan ik me niet herinneren uit SpongeBob. Dit hier is de boomhut van Sandy. Waar ik niet in kan. Oké, we gaan naar buiten. En oh my gosh. SpongeBob is naar de sportschool geweest. Deze gast is groot. Ik ga heel snel een auto in en ik ben weg hier. Oh my gosh. Oh snap, ik bots. Oh my gosh. Naar achter. Naar voren. Nou, ik ben af. Ik kan niet goed onder water rijden. Ik heb een ballon. Kijk maar uit, SpongeBob. Ik ben niet bang om hem te gebruiken. Oké, ik ga proberen mezelf te verstoppen in de krokante krab. Dat is denk ik de beste plek. Oh my gosh, SpongeBob, nee! Volgens mij is SpongeBob veel te groot om de krokante krab in te kunnen. Dus als ik snel ben... Oh my gosh. Oh my god. Dat is nog eens een binnenkomst. Oh my gosh, dit is letterlijk de meal die ik net had. SpongeBob, ik wou iets laten zien. Het voordeel is wel, nu hij in de krokante krab is, kan ik misschien normaal rondlopen. De maatemmer. Het restaurant van Plankton. Oké, let's go. Oh, serieus, het is dicht. Er is wel een VIP. Een SpongeBob VIP. Hoe duur is dat? Er gebeurt letterlijk niks als ik er tegenaan loop. Een mega Patrick robot. En dit is volgens mij Larry. Dat is de sterkste kreeft. En daar verderop hebben we koning Neptunus. Met al zijn kaalheid. Wat is dit voor rood ding? Let's go. Oh, snap. Oh, wat? En hier hebben we de visman. Letterlijk op het bord van de krokante krab. Oké, SpongeBob is hier binnen. Maar wat ik eigenlijk wil doen, is ik wil echt, als ik het überhaupt kan zonder ingemaakt te worden, is gewoon even hier Wat? Wat doet Emangas in bikinibroek? Ik blijf het zeggen, dit is zo verwarrend. En wat hebben we hier? Oh, no way! Ik ben SpongeBob! Maar nu is de vraag, valt SpongeBob mij aan terwijl ik eruit zie als hem? Meneer Krabs, wat ben je aan het doen? Met zeker weer je muntjes aan het tellen, je stacks. Oké, weet je, SpongeBob, geef me een knuffel. Ik ben de kleine SpongeBob, jij bent de grote. Hij valt me inderdaad niet aan. No way! Of tenminste, hij probeert het wel, maar hij kan me niet inmaken. Hij loopt eigenlijk gewoon tegen me aan alsof ik een soort van voetbal ben. Ik ben geen voetbal, SpongeBob. Hoe vaak moet ik het toch zeggen, SpongeBob? Ik ben geen voetbal. Oké, misschien een beetje. Ik ben een gele voetbal. Maar nu ineens ben ik hier en ik weet niet waarom, maar volgens mij... Oh my gosh. Is dat Octo? Octo, nee! Octo, nee! Oh nee, Octo, wat doe je nou? Volgens mij wil hij me inmaken. Is hier een zwaard of zo? Een koraalzwaard misschien? Hij wil dat we doneren. Oké, hoe duur is het? Ik kan niet eens doneren. Wat is dit nou? Zo ga je natuurlijk geen geld krijgen. Oké, weet je wat? Misschien wilt hij me gewoon een knuffel geven. Kom maar hier. Oké, dat is geen knuffel. En als laatste. En een leuk feitje. Dit is een van de allereerste Roblox obbies ooit. Die ik heb gespeeld. En ik bedoel, het is SpongeBob. Wat kan ik zeggen? Natuurlijk is het leuk. Oké, let's go. Volgens mij ga ik te snel, of niet? Nee, het is goed. Oké, we gaan eerst voor links. Dat is goed. Dan gaan we voor rechts. Dat is ook goed. En dan moeten we nu de bubbels hebben, staat er. Oké, hier hebben we een aantal bubbels. We springen over de bubbels. In het echt zou dat niet kunnen. Val je er doorheen. Net zoals dat ze in cartoons laten zien dat je op een wolk kunt chillen. Vroeger dacht ik dat dat echt kon. Was het gewoon mijn droom om een dutje te doen op een wolk. Ik dacht van, dat is volgens mij echt het zachtste matras ever. Toen kwam ik erachter dat het helemaal niet kan. Je valt er gewoon keihard doorheen. Het is eigenlijk niet eens. Het is niet eens iets, zeg maar, iets hards of zo. Oké, daar gaan we. Let's go. Plankton. Hoe vaak moet ik het nog zeggen, rakker? Het is niet de bedoeling dat je die krabburgers stilt. Ik snap het. Ze zijn lekker. En je wil ze namaken. En je wil geld eraan verdienen. Maar het kan niet. Of eigenlijk, het kan wel. Maar dan moet je het geheime recept van de krabburger hebben. En ik bedoel, denk na. Het is niet voor niks het geheime recept van de krabburger. Kan ik hier naar binnen? De vlaggetjes zijn de code. En nu ben ik binnen. Tussen de stacks van Mr. Krabs. Oh, dat is zo slecht. Tussen de stacks van Mr. Krabs. Oké, hoe vaker ik het zeg, hoe slechter het wordt. Dus ik ben wel stil. Nice, we zijn buiten. En we rennen met onze kuiten. We zien iets en we fluiten. We klimmen door de onderwaterruiten. Ah, oké, dat was hem. Oké, daar gaan we over deze ding. Wat? Wat? We komen gewoon weer terug. Oh my gosh. We komen gewoon letterlijk weer terug. Oh nee, toch niet. Nee, waar gaan we heen dan? Gaan we naar de ananas? De ananas. De ananas van SpongeBob. SpongeBob. Kan ik? Nice. Oké, Plankton. Ik vind het ook zo mooi hoe de water onder water ligt. Jongens, waar zit de logica? Wat is dit eigenlijk? Ik zie letterlijk dat dit een deur is zonder kamer. Kijk maar, je ziet letterlijk de muur erdoor. En jongens, hey, een beetje moeite doen met die obby's, man. Ik weet het, dit is een oude obby. Daar ben ik het mee eens. Maar ik vind het niet cool. Oké, we hebben op een knop gedrukt. We moeten in de schelp van Gary. Gary de sneeuw. Gerrit is een slak. Een grote slak. Ik vind hem cool. Ik bedoel, wat kun je zeggen? Het is de grootste slak ter wereld waarschijnlijk. En het is het huisdier van een spons met een broek aan. Als je iets kunt bedenken wat cooler is dan dat... Ja, dan geef ik je niks, want je kunt waarschijnlijk dingen bedenken die cooler zijn dan dat. Maar ik bedoel, ik vind het toch best wel cool, weet je. Het is gewoon een grote slak en SpongeBob. Ik bedoel, het ding met SpongeBob is, het is leuk. Hoe oud je ook bent, zelfs als je er niet meer bent, is SpongeBob leuk. SpongeBob is amazing, het is de coolste gast op de oceaanbodem. Het is waarschijnlijk ook de enige gast op de oceaanbodem, maakt niet uit. En we hebben het gehaald! Yes! Woe! Oh, wat doe ik nou? En zie ik het hier nou goed? Zit Plankton nou gewoon het geheime recept? Hij zit ook letterlijk gewoon te kijken naar een blaadje wat gewoon leeg is. Ik wou zeggen het geheime recept van de krabburger, maar SpongeBob nog aan toe. Dat is het niet. Ik vind het trouwens wel heel eng dat die schelp van Gerrit zo open staat. Kan ik trouwens nu naar buiten? Ik kan super snel zijn. Oh, snapperoni. Ik wil hier weg. Oh, wat? Ik ben letterlijk uit de map geglitcht. Dus dit is hoe Bikini Bottom eruit ziet. Zonder de muren. Dit was epic. Maar ik heb nog één doel en daarom is het donker. Ik wil het vliegende tapijt. En die neem ik mee. Nee, wacht. Ik heb nog iets nodig. En ik heb dit nodig. De spirit coin. Whoops. Ik ben op zoek naar de allergrootste SpongeBob hier. Oké, luister. Ik ga hem eerst duizelig maken. Dat is stap 1. Ik ga hem duizelig maken door hem kapot veel rondjes te laten rennen. Oh, ik ben...
Ik wil dit pak aan. Waarom kan ik dit pak niet aan? We gaan wel gewoon door naar gelijk de laatste stap. En nu is het de bedoeling dat ik SpongeBob achter mij aankrijg. Oké, SpongeBob. Ik heb hem eerder natuurlijk niet ingemaakt. Ik kon er uiteindelijk wel voor zorgen dat hij mij ook niet inmaakte toen ik zelf SpongeBob was. Maar dit is het moment. Oké, let op. Ik ga gewoon springen zometeen. Let's do this. Hop. Oh, yes. Ik heb hem. Hij is naar beneden gevallen. Woe. Het licht mag weer aan. Abonneer voor meer en adios.